keus voor high-tech sector maakt volgens burgemeester Van Gijzel niet kwetsbaar. Franse lessen op internationale school Eindhoven. Een pilot voor ruimere sluitingstijden horeca. Eindhoven is niet kwetsbaar door zich alleen te richten op de high-tech sector. Dat hebben burgemeester Van Gijzel en Hans de Jong, topman van Philips Benelux, gisteren gezegd tijdens het stadsgesprek in het Natlab op Strijp S. Ze reageren daarmee op de kritiek van hoogleraar marktwerking Barbara Baarsma. Zij schreef in een rapport dat het de stad niet alleen kwetsbaar maakt, maar dat het ook nooit goed is onderzocht hoe afhankelijk de sector van subsidies is. Hier zit bijna alle particuliere, dus private research and development instituten, die worden betaald door Philips, ASML, DAF en noem ze maar op. Terwijl alle publieke, door de Rijk gefinancierde research instituten zitten of in Delft of rondom Amsterdam. En daar hebben we er heel weinig van. En wat we hebben wordt dan ook nog eens een keer amper gesubsidieerd. Dus ik ben het er helemaal niet mee eens. En het zou anders moeten, want er moet hier veel meer geld naartoe. Want als we gaan kijken naar waar zit nou de verdiencapaciteit in Nederland, laat ik het heel simpel zeggen. Wij moeten uiteindelijk heel veel producten ook exporteren. Wat uit de Rotterdamse haven, elke euro uit de Rotterdamse haven die naar Duitsland gaat, verdienen wij 6 cent aan. Elke euro die wij vanuit hier exporteren naar Duitsland, verdienen wij 60 cent aan. Ik denk dat wij in Eindhoven heel veel ingrediënten hebben, vanuit die bedrijven, maar ook vanuit zorgbehoeftes, om bijvoorbeeld rond de zorg allerlei nieuwe thema's te gaan adresseren. Zullen mensen straks in een thuisomgeving moeten blijven? Mm-hmm. Wat voor kansen liggen daar? Dat vraagt om samenwerking tussen niet alleen technologie, maar tussen kennisinstellingen, tussen zorginstellingen, tussen patiënten. Daar kunnen we heel veel dingen nog gaan doen. Daar kan Eindhoven een prima proefstad worden. Volgens hoogleraar Barbara Baarsma is het richten op de high-tech sector ook een kracht van de regio. Maar wanneer bedrijven vertrekken, moet de stad zich opnieuw uitvinden. Daarmee bedoelden ze natuurlijk het vertrek van het hoofdkantoor van Philips naar Amsterdam. De specialisatie is een kracht, maar het maakt ook heel kwetsbaar. Het maakt dat de stad gevoelig is voor de conjunctuur in die ene sector. Maar het maakt de stad ook heel kwetsbaar als een van de vooraanstaande bedrijven in die sector vertrekt. Wat als ASML uit Eindhoven vertrekt? Maar ik heb het over de regio Eindhoven. Ik denk niet zo klein als ik het over dat soort dingen heb. Ook ontdekte de hoogleraar dat de high-tech sector te ver van de gewone burger afstaat. Maar met het gevoel van de Eindhovenaar over de stad, daar zit het wel goed mee. Journalist Leon Verdonschot woont tegenwoordig in Amsterdam, maar kon de charme van Eindhoven toch al meteen ontdekken. Jaren geleden stond ik op een vrijdagavond te wachten op een vrijkomend toilet in een café op Stratums Eind. Het was rond 1 uur 's nachts en mijn exacte locatie was de urinoirs. Er stonden twee mannen voor me. De man links zei, terwijl hij naar rechts keek en doorging waar hij mee bezig was: Eindhoven jongen, Rock City. De man rechts keek naar links en zei: Eindhoven, de gekste, echt wel. Daarna klopten ze af, deden hun rits omhoog, knikten elkaar toe en liepen weer de kroeg in. Ik weet niet precies waarom, maar ik heb dit altijd onthouden als een typisch Eindhovense dialoog. Het woord waar mijn opdrachtgevers moeite mee hadden was, en dat ze zeiden dat misschien de gemeenteraadsleden er aanstoot aan zouden geven, was de term afkloppen. Ik kijk even de gemeenteraadsleden aan. Nee, ik dacht het al, hebben ze geen moeite mee, gelukkig. Bij het stadsgesprek waren gisteravond 200 Eindhovenaren aanwezig. Voor hen werd het een feest van erkenning, maar ze konden ook kritische vragen stellen aan raadsleden, wethouders en de burgemeester. Interessante avond, dus mooie onderzoeken. Het komt toch iets meer te weten van wat er een beetje leeft bij de bewoners. Wat mij zelf interesseert is dat een stukje groen beter naar voren komt. Ik hoop ook nog dat we wat meer aandacht gaan besteden aan een gezonde stad. Dus met name met de luchtvervuiling. Ik vond het een hele goede initiatief. Niet alleen dat dit is voor debat, voor verkiezingen. Maar algemeen, dit is iets wat heel karakteristiek voor deze stad is. De innovatie, dit is de innovatie wanneer juist de overheid komt dicht bij de gewone burger. Misschien het debat was nog, dit was het begin. Dus misschien het gaat niet over de hondenpoep en over de straatlantaarn. Maar gaat over op dit moment de eerste wat eigenlijk verdient staat van. Dus de economie van de stad. En ik denk, ik vond het super. Het was een volle zaal en ik ben heel blij daar, want ik voel me helemaal een absolute, dus die 1/4 van de buitenlanders, Eindhovenaars, die voelen zich gewoon hartstikke met de stad verbonden en ook trots van deze stad.